Ik ben de warmteregisseur van de metropoolregio Amsterdam. En er is een samenwerkingsovereenkomst getekend door 25 partijen, waaronder overheden, maar ook energiebedrijven. En ik krijg de opdracht om van warmte een succes te maken in de regio Amsterdam. En om uiteindelijk te komen tot één groot regionaal warmtenet. Kijk, we hebben onlangs een maatschappelijke kosten- en baatanalyse laten maken voor het regionaal warmtenet. En daaruit komt naar voren dat een regionaal warmtenet tot 10 keer goedkoper is voor de samenleving als al die individuele maatregelen bij elkaar opgeteld. Hè. Dus als we al die 400.000 woningen die we uiteindelijk op het regionaal warmtenet aangekoppeld willen hebben, als we die allemaal zouden isoleren met individuele maatregelen, dan is dat vele malen duurder dan zo'n regionaal net. Maar waarom komt het dan niet los? Omdat enerzijds de warmtebedrijven meer rendement willen hebben en anderzijds de consument eigenlijk een lagere prijs wil hebben. Nou, en zo zitten we redelijk vast. En we komen eruit als het Rijk ingrijpt en ervoor zorgt dat van warmte net zo'n nutsvoorziening wordt gemaakt als elektriciteit en gas. En dan zijn we er nog niet. En de prijs voor gas zou omhoog moeten, dus de belasting op gas moet omhoog. Minstens het dubbele. En de prijs voor elektriciteit moet dan naar beneden. En op die manier kunnen we denk ik een heel eind komen met die regionale warmtenetten. Het wordt tijd dat wij na gaan denken over plan B zonder gas. Wij doen in Nederland net alsof we nog volop de tijd hebben, maar dat is niet zo. Het gas raakt op, het klimaat verandert. En we willen minder afhankelijk worden van Poetin en van de Saoedi's. Dus we moeten nu handelen. En dat zou betekenen dat al die overheden, provincies en gemeenten aan de slag moeten met warmtevisies. We moeten gaan kijken welke gebieden zijn geschikt om aangesloten te worden op warmtenetten. Welke gebieden zijn geschikt voor individuele all-electric maatregelen. Welke wijken voor groen gas. Nou, als we dat allemaal rond hebben, dan kunnen we tegen de mensen zeggen, luister eens, uw wijk is aangewezen voor het warmtenet. U krijgt 10 jaar de tijd om een alternatief te zoeken. Zo niet, dan sluiten we uw woning aan op het warmtenet voor een goede prijs. En dat is de toekomst.